ijzersterk principe wat studenten, alumni en bedrijven samenbrengt. CRADL. Creative Research and Development Learning Enterprise. De HKU heeft veel expertise. Elke maand worden weer honderden nieuwe producten, ideeën en concepten gemaakt. Maar waar zie je deze producten eigenlijk terug? Wacht eens even, waarom ligt dat hier? Er zijn bedrijven die op zoek zijn naar creativiteit. Natuurlijk zijn er genoeg mogelijkheden voor bedrijven om dit te realiseren. Heel leuk! Maar een ideetje is niet gratis. En dat terwijl de ontwikkeling van de samenleving zo snel gaat. Vanuit bedrijven is er steeds meer behoefte aan creatieve oplossingen. Een frisse blik wordt elke dag meer waard. Een platform wat online en in real life plaatsvindt. Hier kunnen HKU-studenten, alumni en bedrijven bij elkaar komen. De HKU, een school met allemaal verschillende disciplines, vol creativiteit. Ieder met zijn eigen smaak. We hebben 8 verschillende afdelingen. Beeldende kunst, design, games en interactie, kunst en economie, media, muziek en technologie, theater en het Utrechts Conservatorium. Iedere afdeling heeft weer zijn eigen specialisaties. Wij willen met Studiness de verschillende HKU-studenten bij elkaar brengen. Alumni hebben in dit verhaal de begeleidende functie. Studiness is er niet alleen om studenten met elkaar te verenigen, maar ook met bedrijven. En bedrijven krijgen zo de kans om nieuwe oplossingen te vinden. Dit door middel van een website, waarop studenten, alumni en bedrijven elkaar kunnen opzoeken. Iedereen heeft zijn eigen profiel. Er zijn zoekfuncties, de hele reut is aanwezig. Ja, natuurlijk hebben we een app. HKU'ers lopen echt niet achter. Hierop vinden we met 1 druk op de knop alles wat we nodig hebben. Vraag en aanbod van bedrijven en studenten, je netwerk, je vaardigheden, etc. Studiness snapt dat we elkaar ook echt willen ontmoeten. Dat kan! Er worden maandelijkse borrels, lezingen, etc. in de Werkspoorkathedraal georganiseerd. Studiness brengt studenten en alumni opdrachten en een netwerk. En bedrijven creatieve oplossingen. Oftewel, een win-win-win situatie voor studenten, alumni en bedrijven. Op naar Economie 3.0!